Hallo, mijn naam is Daan en ik loop stage bij Ridder. Mijn vader heeft een kwekerij en ik ben wel benieuwd wat Ridder voor mijn vaders kwekerij zou kunnen betekenen. Ik heb gehoord dat ze hier schermdoeken maken. Met die schermdoeken kun je energie besparen. Dit is Boy van Ridder. Hey Boy, wat doen jullie hier achter eigenlijk? Nou, hierachter hebben we breimachines staan en met die breimachines maken we klimaatschermen voor in de kast. Op deze machines zijn we op dit moment energieschermen aan het maken die de tuinder kan gebruiken om energie te besparen in zijn kast. Dus om alle warmte eigenlijk in de kast te houden, vooral tijdens koudere periodes. En daarmee bespaart hij dus op de energierekening. En wat maakt het dan zo moeilijk om zo'n scherm goed te kunnen maken? Nou, zo'n doek is eigenlijk best wel complex. Kijk, je ziet heel veel kleine draadjes en allemaal bandjes. En kijk, aan de ene kant wil je ervoor zorgen dat heel veel energie in de kast blijft. Aan de andere kant wil je ook ervoor zorgen dat er nog steeds wel voldoende zonlicht bij het plantje kan komen. Zodat het gewas optimaal kan blijven groeien. Maar als het plantje dus ook gewoon groeit en het heeft alle warmte en alle goede eigenschappen om zich heen. Dan komt er ook tegelijkertijd gaat een plant transpireren en komt er vocht vrij. Nou, en het doek is ook in staat om dat overtollige vocht in die kast eigenlijk op een goede manier te reguleren en af te voeren naar buiten toe. Ik heb net de klimaatschermen gezien van Ridder. Ridder maakt eigenlijk nog veel meer. Ridder maakt eigenlijk alles om een plant zo optimaal mogelijk te laten groeien in een kast. Bijvoorbeeld watersystemen om de plant water en meststoffen te geven. Dit is Jim en hij maakt panelen voor in de klimaatcomputer. Dit is een klimaatkast. Hier sturen wij de verwarming aan. Als het te warm is, komt de ramen automatisch open gaan, dat het lucht gekoeld wordt. Eigenlijk alles wat de tuinder doet, een beetje met de hand, dat doen de klimaatkast van ons. Dit is Gorge, hij is hier ook begonnen met een stage en hij is hier nu in dienst. Hello, my name is Gorge and I began working at Ridder as an intern last year. There I worked on a product that aims to optimize the CO2 dosing in greenhouses. And now I've been working for 3 months at Ridder as a technical consultant, and my focus is in water and technology. Dit was mijn vlog bij Ridder. Ik heb alle technieken gezien van Ridder. Met al die technieken kun je alles optimaliseren in een kas. Doei!